De schepper schiet de wereld, schiet de bakker en de boer, president de stakker, metselaar de hoer. Schiet vogels en de bomen, het wild en de boerier, de vastgoedhandelaar, de dief, ja zelfs een bankier. De schepper schiet de scharen, sliep de schoft en scharrelaar, maar het mooiste wat de schepper schiet was wel de kunstenaar. Schepper schiet de kunstenaar, maar kunst dat schiep hij niet. Daar had hij geen verstand van, dat was niet zijn gebied. En als hij kunst geschapen had, dan was dat wel heel raar. Want waarom schiep hij anders, zo waar de kunstenaar? En denk niet dat het melkmeisje door de Heer Vermeer even zo mooi geschilderd was als door de lieve Heer. De kunstenaar die schept de kunst om alles wat de schepper schiep. Van zee tot maan, van mens tot dier, van angst tot Mexicaanse griep. Van warme bakker tot de boer, de president, de stakker, de metselaar, de hoer. De vogels en de bomen, het wild en de polier. De vastgoedhandelaar, de dief, ja zelfs een bankier. De schaar sliep de schoft of loopt ook nog de scharrelaar. Weer prikkelend te verbeelden in schoonheid en in kaar. De kunstenaar is authentiek en expressief. Zo af en toe rechtlijnig en zo af en toe naïef. Hij combineert, hij abstraheert, hij imponeert. Hij hakt, hij schrijft, hij smijt, hij smeert, waardoor hij onbedoeld soms weer iets wonderschoons creëert. Hij imponeert, emotioneert, frustreert de kijker, luisteraar. Zo drukt een beetje kunstenaar zich vaak een zinnig uit elkaar. Dank aan de ware kunstenaar die alles wat de schepper schiep, van zee tot maan, van mens tot dier, van angst tot Mexicaanse griep. Van warme bakker en de boer, van president, de stakker, de metselaar, de hoer. De vogels en de bomen, het wild en de polier. De vastgoedhandelaar, de dief, ja zelfs een bankier. De scharen sliep de schoft, tot slot ook nog de scharrelaar. Van glans voorziet en men geniet van kunst en van elkaar. Maar weet je wanneer de kunstenaar zich louter wat verbeeldt? Niet louter een prikkelend bezig is, de toeschouwer tot ergernis zich met zijn kunst verveelt. Zo'n kunstenaar, je weet wel man, daar hebben wij er in dit land wel meer dan 100.000 van moeders op de macramé en vaders met papiermaché wat knutselen met keramiek en naaktmodel uit Mozambique. Wat potten draaien bakken. Ik hoop dat dat soort mensen horen een tijdje erg snakken naar een fulltime baan op het kantoor en hun vermeende kunst inpakken. Dank je.